Ja mensen, zoals jullie zien is het vandaag weer zover. We zijn weer met het Nederlands elftal bezig in plaats nu van FC Emmen. En we hebben even achter ons gelaten om met het Nederlands elftal weer verder te gaan spelen voor de EK kwalificaties. Ja, en we staan eerste. Toen ik hier kwam stonden we al eerste. Dus ja, FIFA is realistisch bezig. Momenteel is het Nederlands elftal ook hartstikke goed. Dat zeg ik hier ook niet in. Nou, vandaag is ook de dag dat we wereldklasse gaan spelen. Wereldklasse is van pro, ja. Maar is het professioneel gewoon blijkbaar te makkelijk voor ons als met FCM en Nederland. Gaan we het gewoon zo doen. Dus let's go! Oké, nou, dit maakt niet uit de training. Het boeit echt geen flikker. Ik denk niemand dat niemand boeit ofzo. Nou, in ieder geval gaan we Nederland-Hongarije spelen. Ja, wordt een mooie wedstrijd denk ik. Met Promes direct. Maar zoals jullie zien spelen we gewoon ook echt wereldklasse. En Promes wordt direct neergehaald, maar dat is in FIFA niks. Oh, Promes wordt daar niet aangespeeld. Tete kan zich daar nog wel herpakken. Oh, blunder van Sedersen. Nou, dan moeten we daar niet doen. En dan is het nog geen 1-0 voor Hongarije, want deze gaat flink over. In ieder geval trapt Sedersen de bal weer goed uit naar een medespeler die ook toevallig bereikt wordt met daar Promes. En daar kan het bijna 1-0 worden. Eigenlijk hadden we hem gewoon Bergwijn moeten zien volgens mij. Volgens mij is dat Bergwijn. Nee, het is Ryan Babel. Ryan Bergen zit er ook gewoon zo. Maar maakt niet uit. Varga is aan de bal en die heeft Vormer al gepasseerd. Vormer probeert zich te herpakken, dat lukt niet. De voorzet zal geen Hongarije. Alleen de Nederlandse verdediging weet hem weg te halen. Filena. Filena aan de bal met Ryan Babel. Babel heeft de pace dus niet. En dan wordt het direct Filena opzoeken. En eigenlijk ook Promes direct opzoeken. En dit keer is Promes gevonden, maar ja, met moeite is Promes gevonden. En daar kan het eerste schot komen. En die is weer kraak voor het Nederlands elftal. 1-0 tegen Hongarije. En dit kan voor Nederland volgens mij... Dijk, ja, daar gaat een gele kaart zo aankomen. Daar komt zelfs nu een gele kaart voor aan. Voor Virgil van Dijk door een domme overtreding wel eigenlijk. Nou, gaat de scheidsrechter een gele kaart geven? Dat moet wel. De scheidsrechter moet geel geven en dat geeft hij ook aan Virgil van Dijk. In de 44e minuut, dus hij had nog even kunnen wachten, dan was het rust. Maar hij moest even direct zo'n domme overtreding gemaakt worden. De bal was weg van Dijk. En dan ons nog tackelen, ja. In ieder geval heeft Hongarije een vrije bal die gevaarlijk kan worden. Varga geeft ervoor, maar van Dijk kopt hem daar wel goed weg. Alleen kan Nederland daar nog niet echt naar profiteren, lijkt het. Want Nederland heeft niet genoeg mensen voor. Ja, dat blijkt maar weer. Daar kan... Korsend maar of zoiets in ieder geval weghalen. En staat Nederland met 1-0 voor bij rust tegen Hongarije. Aken. Voor me. Goed gedaan door Babel. Goed aangenomen daar. Babel kan schieten. Doet hij dat? Ja, maar dat gaat er niet in. Wel goed schot van Ryan Babel. Ja, dat gaat er niet in. De keeper pakt hem eigenlijk best wel makkelijk. Leek het. Jetro Willems jaagt. En daardoor komen er ruimtes voor Hongarije. En Sillessen die daar best om wou uitkomen. Sillessen die daar best om wou uitkomen. Alleen toch wel goed staat eindelijk. Met Filena weer. Filena. Tony Filena aan de bal. Ja, en blijkbaar wil Nederland niet echt pasen. En het is een eindstand. Nederland wint moeizaam van Hongarije. Want Hongarije verdient hier ook goals, maar Nederland ook. Maar door één goal van Tony Villena weet Nederland het over de streep te trekken. En staat Rusland momenteel met 3-1 voor tegen Finland. Ja, oké. Finland is dus niet zo heel goed blijkbaar. Hebben we net over de Finse ploeg gestaan, moeten we tegen hun. En tegen hun kunnen we het eigenlijk denk ik wel beslissen. Ik bedoel, dan is het gat met de nummer 2 gewoon heel groot mij. En daarom staat Finland op de tweede plek. Lijkt me onlogisch, want ze konden nooit meer winnen van Rusland. Toch? Het lijkt me sterk dat ze hebben verloren. Ja, ze hebben ook verloren. Dan stond Finland al 2 en dan stond Hongarije op 2.
Ach ja, maakt niet uit, boeiend zeggen we dan. In ieder geval zien we dat dit eventjes de laatste paar maanden zijn van het Nederlands elftal. We zitten nu in 20 november en dan moet het 26 maart moeten we pas weer voetballen tegen Tsjechië in de EK. Want ik weet niet hoe het zit met interland voetbal. Maar in ieder geval moeten we hier gewoon even thuis weer winnen van Finland. En dan kunnen we zeggen dat we eigenlijk zoals goed is als verplaatst zijn, want dan staan we op 18 punten en de rest staat er maar op 8, 7 punten. Dus ja, en dan is Hongarije winst staan op 9. Dus ja, dat kan nog wel eens goed komen. In ieder geval Nederland-Finland in de Johan Cruijff Arena. Oh ja, dit is het einde van de groepsfase hoor ik hier. Hier eindigt dan de groepsfase hoor ik. Maar ja, het zou wel. Voor me. Dost. Voor me. Ja, ze weten daar makkelijk doorheen te dribbelen. Volgens mij staat hij trouwens weer op professioneel. Dat weet ik niet 100% zeker. Hopen van niet. Anders ben ik wel weer heel erg genaaid. Met Babel. Voor me. Al bijna 1-0 voor Nederland. Ja, was dat Dost of voor me? Nou, ik snap het niet. Wat lul ik allemaal. Oké, Babel kopt daar blijkbaar goed, Verlena. Ziet Quincy Promes lopen, Promes ziet dat ook. Alleen ja, die wil weer een paas naar Dost doen, maar die denkt de hele tijd dat Dost ook zo snel zoals hij. Maar dat is niet het geval. Van der Beek, Donny van der Beek, weet zich daar weg te halen. En daar weet Finland toch wel heel snel weer naar dat gat van Nederland te komen. En dan weet Sillissen die bal te krijgen. Het is echt niet goed voetbal, want Nederland die speelt tegen Finland. En dan verwachten de sports natuurlijk wel. Die hebben natuurlijk al kaartje gekocht om leuk voetbal te zien. Maar het staat momenteel 0-0. En ook niet met al te best voetbal, want wij hebben ook niet echt veel kansen gezien. Nederland had meer kansen kunnen krijgen, echt veel meer. Alleen het ging echt niet goed, want het is balbezit op. Zo kunnen we het beter zeggen. Met hier weer de verdediging van Nederland die niet goed staat. En dan moet Promes het maar oplossen. En dit keer Verlena met Dost. Heeft Nederland nu een andere strategie bedacht of zo? Nou, blijkbaar niet, want het is nog steeds balverlies gegeven. Nou, Nederland die toch maar wel gaat proberen, denk ik. Want spelen nu best wel ultra aanvallend, want iedereen gaat mee naar voren. Babel, kan hij het doen nog voor Nederland? Babel doet het. Babel doet het weer. Dit keer, vorige keer was het Verlena, nu is het Babel. Het is heel veel voor Nederland. Ach ja, het was wel. Het was niet tegen de verhouding in, want Nederland was wel beter dan Finland, maar Finland kwam er ook niet echt door. En nu weer Donny van der Beek met weer Verlena. En dit keer een goede bal van Babel. Dost ziet Verlena lopen. Oh nee, ja, Verlena krijgt de bal daar gewoon niet. Ja, daar is de bal voor Willems. Daar is de bal voor Vormer. Huppa. Buitenspel. Aken. Verlena. Van der Beek. Promes met de bal die binnen te houden. De ingooi van Nederland. Promes. Promes wou die ze weer aanspelen, alleen dat wou niet, want het stond iemand van Finland. Met weer Promes aan de bal. Maar ja, Promes verliest ook wel makkelijk de bal. Alleen Nederland weet al wel heel snel weer ervan te profiteren bij de gaten van Finland. Nou ja, zo zien we dat 7 schoten voor Nederland, 1 voor Finland. Ja, dat gaat niet werken met weer Babel. Het is 2-0. Het is om te janken bij Finland achterin. Er vallen zoveel ruimtes bij hun achterin. Bas Dost weet zijn vorm niet te houden van de vorige wedstrijd waar hij maar liefst 7 keer scoorde. Het is echt ongelooflijk maar waar. Heb je die video nog niet gezien? Heb je onze vorige carrière video's nog niet gezien? Check dan de afspeellijst in de beschrijving. Zeker moet je wel checken.
Althans wat hier in de schrijver staat dan. Van Aken, ja. Weer de bal voor Nederland. Ja, het is ook echt niet goed wat ze aan allebei de kanten laten zien natuurlijk. Maar ja, het gebeurt wel. Ze moeten wel, eindelijk moet Nederland toch scoren. Maar dat was ook gewoon de overtreffende meester hier in deze wedstrijd. Van Dijk. Babel. Babel weet daar naartoe van de bal te krijgen. Ryan Babel met de hat-trick. Het is 3-0. En dat betekent dat daar ruimte valt voor Finland. Alleen zij gaan echt zo slecht om met de ruimte die Nederland laat liggen de verdediging. Terwijl Nederland daar zo goed mee omgaat. Want Babel is veel sneller dan zijn dan zijn directe concurrent. Alleen ja, daarna weer niet. Demon Cookie? Hey, Demon Cookie? Buitenspel van Finland. Nederland staat daar gewoon goed in de verdediging. Van de Beek. Wacht op Filena. Het wacht is op Filena en Dost. Een 3-0 overwinning van Nederland op de nummer 2 van de EK-kwalificatie. Rondes, nou ja, klassement voor Nederland. Ierland verliest met 0-1 van Hongarije momenteel. Tsjechië staat een heel 3 achter tegen Rusland. Rusland met een comeback dus in de stand. Van de carnaval zeker niet dat duimpje achter de carnaval staan we hier voor meer. En dan check ik jullie later. Later boys!